Mijn naam is Thomas Rauw. Ik ben architect van het architectenbureau Rauw en wij zijn gevestigd in Amsterdam, dus in Nederland. Zelf ben ik afkomstig uit Duitsland en ik ben ongeveer een jaar of 14 geleden naar Nederland gekomen. Omdat ik denk dat een bepaald ontwikkelingstraject wat ik ook binnen mijn eigen biografie wilde afleggen, dat ik daar in Nederland gewoon de beste plek voor heb. Dat zegt al iets over mijn achtergrond. Mijn achtergrond is dat ik een kunstzinnige opleiding heb en ik heb ook een technische opleiding. Dus ik heb architectuur en een kunstacademie gestudeerd en aan een technische, een hogeschool. Omdat ik altijd vind dat bouw iets met kunst te maken heeft en het kunstzinnige aspect ook zijn plek moet krijgen in de bouwwereld. Als we naar het bouwen aan zich kijken en we vergelijken dit bijvoorbeeld met andere disciplines, met medicijnen of bijvoorbeeld met de auto-industrie. Dan lopen we er heel ver achter. We gaan op een heel eenvoudige manier gaan we nog heel complexe processen benaderen binnen het bouwen. En we hebben daar gewoon een behoorlijke achterstand. Nou, die achterstand wordt ook creëerd door de software of door de vaardigheden waarmee gebouwen gewoon getekend en ontworpen worden. Als we de ontwikkelingen in deze tijd willen volgen, dan is het gewoon absoluut vanzelfsprekend gewoon om zeg maar 3D-software gewoon te gebruiken. Het bouwen wordt steeds complexer en die complexiteit kunnen we alleen maar nog aan met 3D-pakketten. Het heeft ook een ander voordeel, omdat je vaak ziet van zeg maar het daadwerkelijke 3D-model wordt toch uiteindelijk gemaakt op de bouw. Daar ontstaat eigenlijk het fysieke 3D-model. En het voordeel is van het virtuele 3D-model dat je in een vroegtijdig stadium allerlei dingen kunt simuleren. De samenhang tussen constructie en installatie en architectuur. Dus je kunt in een vroegtijdig stadium al probleemgevallen simuleren om ze uiteindelijk in het gebouw te voorkomen. Dat betekent dat je minder problemen in je gebouw krijgt. Je krijgt minder gezeur met allerlei partijen. Dat betekent ook dat je dan ook minder geld in principe kwijt bent voor allerlei problemen, zodat je eigenlijk meer geld kunt genereren voor het uiteindelijke project. En dat komt tenslotte dan iedereen komt het gewoon te goede. Maar belangrijk is gewoon de software gewoon absoluut te kunnen beheersen, misschien ook nog met andere software gewoon te combineren. Wat kan nou een 3D software betekenen in het hele proces? Nou, mijn ervaring is naar de opdrachtgever toe. De opdrachtgever wordt vroegtijdig in staat gesteld om mee te kunnen praten, maar hij krijgt een beeld wat hij herkent en waar hij iets over kan vinden, in plaats van helemaal abstracte tekeningen. De architect is in staat om zich in een heel vroegtijdig stadium meer rekenschap af te leggen over zijn eigen model, of het inderdaad het passende model is. Afstemming met je adviseurs worden makkelijker, omdat je de afstemming die je normaaliter vaak pas op de bouw hebt, op het allerlaatste moment, dat je die ook in een heel vroegtijdig stadium hebt. Dus dat voorkomt allerlei onnodige irritaties en vooral kosten. De discussie met de aannemer wordt makkelijker gemaakt om zeg maar dit hele verhaal over de hoeveelheden en de oppervlaktes. Haal je weg uit het sympathische en het antipathische en er is maar één model. En dit model genereert gewoon inderdaad kwantitatieve feiten waar iedereen zich ook kan houden. Een ander aspect is dat je een stukje tijdsverlies hebt in het begin. Maar de tijdsverlies, omdat het toch complexer is het model in te voeren, wordt ruimschoots goed gemaakt door de tijdwinst in het latere traject, omdat je heel veel informatie uit het systeem kunt halen die je normaliter in het latere stadium, als je zeg maar 2D-werk, pas toe moet voegen. Dus daar is een behoorlijke tijdwinst in het tweede deel van het traject en wat meer tijdverlies, maar die ruimschoots gecompenseerd wordt in het eerste traject. Ik denk voor een architectuurstudent in de 21ste eeuw is gewoon de 3D-software, dus Archicad, de potlood van de toekomst. Maar let op, jij blijft zelf de inspiratiebron, dus jij geeft leiding aan de potlood.